Hey, welkom, mooie zielen. Ik hoop dat je een rustige week achter de rug hebt. Want met Mercurius, die op het einde aan het lopen is van de retrograde periode, en de volle maan in maagd aanstaande maandag, waren de energieën, laat ons zeggen, enigszins hevig en uitdagend. Ik merk dat er heel veel zaken zijn waarover dat eigenlijk boodschappen zou mogen delen, video's zou mogen maken, blogjes zou mogen schrijven. Maar er is één iets wat deze week het meeste eruit sprong. En dat is angst. Want uiteindelijk angst is een stukje als, je zou het kunnen vergelijken dat eigenlijk angst een soort van gif is voor je ziel. En tijdens het proces van bewustwording, naarmate dat we meer en meer gaan realiseren wie dat we werkelijk zijn, naarmate dat we meer en meer onszelf worden, doorlopen we verschillende stadia, verschillende cyclussen, waarin dat we eigenlijk telkens een diepere laag gaan aanspreken, waar we eigenlijk telkens de diepere laag van onszelf tegenkomen, dat we moeten gaan uitreinigen. Gaan zuiveren, eigenlijk de grote schoonmaak gaan houden. Je zou kunnen zeggen dat je op een appartementsgebouw loopt. Je loopt van bovenste verdieping helemaal naar beneden. En iedere keer als je op een nieuwe verdieping komt, zijn er weer nieuwe dingen, kamers en ruimtes, dat je eigenlijk niet van wist dat die er waren. En die moet je gaan één voor één gaan aankijken, gaan bekijken, gaan reinigen en gaan poetsen. En alles wat je niet meer nodig hebt, meegeven met de afvalkar of de vuilniskar of hoe je het ook wil noemen. En hetgeen dat je nog wil houden, geef je een mooie, nieuwe, frisse plek. Je zet de vensters open om alles frisse wind te laten doorheen waaien. En dat is eigenlijk hetgeen dat de laatste weken ook een stukje gebeurd is. Want onder invloed van de Mercuriusplaneet, en Mercurius is verbonden met communicatie, onder andere. En dat betekent dus dat er heel veel schaduwen naar boven gekomen zijn. En bij sommige mensen gaan die in dit weekend eigenlijk een stukje nog meer verlicht worden, nog meer naar boven gekomen, omdat ze eigenlijk echt tijd wordt dat ze die gaan transformeren, dat ze die gaan aankijken en transformeren. Over wat gaat dat? Dat gaat over oude gedragspatronen, over oude overtuigingen, over angsten, over trauma's. En vaak gaat het ook zijn dat we gedacht hebben dat we dat getransformeerd hebben. Maar die komen nu nogmaals naar boven, zodanig dat je eigenlijk zou kunnen gaan zien van heb ik die nu echt wel volledig tot en met de wortel uitgetrokken en vernietigd, getransformeerd en aan het licht gegeven? Of zit er daar toch nog een of ander stukje, een restje die overgebleven is, die eigenlijk onbewust nog mijn zuiverheid gaat gaan beïnvloeden? Nu, in deze video wil ik je meegeven hoe dat ik eigenlijk zelf die laatste periode heb ervaren, omdat dat misschien jou nog het meeste gaat bijleren. Is het niet nu, dan is het voor een latere fase. Maar zelf ervaarde ik de laatste weken eigenlijk als een soort van flashback. Een flashback naar het verleden natuurlijk, waarin dat ik plots in een binnen een periode terecht kwam waarin dat ik het gevoel had dat er van alles mij overkwam als iets die buiten mezelf gebeurde. En ik had het gevoel, niet vooral het gevoel, maar wel het idee, dus de gedachten die opkwamen. Ik had er geen controle over en het waren ook telkens gedachten van angst. Gedachten dat ik geen controle had over wat er alles rondom mij heen gebeurde. Net alsof dat er een externe kracht was die controle over mijn leven had en die het eigenlijk leuk vond om allerlei obstakels op mijn pad te gooien en door allerlei uitdagingen heen te laten gaan. En dat was eigenlijk een stukje even terug naar het grote slachtoffer dat ik me ooit voelde. En dan spreek ik over een 8 tot 10 jaar, tiental jaar terug. Dus dat is al een tijdje geleden. Maar het bijzondere aan de laatste weken was dat hoe hard ik ook probeerde om die piekerende gedachten, die brandende, die kapotmakende angsten
die boven kwamen om te kalmeren en te transformeren, het lukte mij niet. En ik werd telkens opnieuw naar beneden getrokken in die energie van angsten, in de energie van piekerende gedachten, dus in die laagtrillende energieën. Ondanks het feit dat ik de laatste jaren heel veel technieken en heel veel dingen geleerd heb en ik weet hoe dat ik heel gemakkelijk mijn energie kan verhogen, hoe dat ik heel gemakkelijk mijn zelf kan losmaken van dergelijke gedachten of van laagtrillende energie van anderen, lukte me dit niet. En dat was alsof ik eigenlijk nu nog voor de laatste keer mocht gaan ervaren hoe dat leven ooit voor mij heeft aangevoeld. Want, zoals ik zeg, sinds enkele jaren en nog meer de laatste maanden is mijn bewustzijn enorm verruimd. Waardoor ik nog meer en nog makkelijker contact maak met de verschillende bewustzijnsvormen die er zijn. En waar de meeste mensen nog geen ervaring mee hebben gehad of nog niet weten hoe dat ze daar inderdaad mee contact kunnen mee maken. En dan heb ik het zelfs ook een stukje over je eigen leiding en je eigen intuïtie. Hoe dat je met je eigen leiding en je eigen intuïtie contact kan maken. Nu, al deze ervaring van de laatste jaren hebben mij eigenlijk geholpen om de laatste 3 weken door te komen. Omdat ik wist dat als ik bleef vertrouwen op mijn intuïtie en bleef vertrouwen op mijn innerlijke leiding, ook al had ik het gevoel dat die verbinding verbroken was, ook al had ik het gevoel dat ik even afgesneden was van de leiding van mijn gidsen. Ik voelde me zo alleen en zo verlaten. Ongeacht dat, ben ik er uiteindelijk in geslaagd om te leren dat het eigenlijk niet altijd nodig is om anderen, de bevestiging van anderen, te krijgen. En dat gevoel opnieuw te doormaken heeft eigenlijk nog een groter doel. Namelijk dat we allemaal leren, en dus in mijn geval dat ik zelf ervaarde, dat wat er ook gebeurt in mijn realiteit, dus wat er ook gebeurt rondom mij, dat ik een sterk, onafhankelijk en soeverein wezen ben. Dus dat betekent dat niemand, geen enkele kracht buiten mezelf, bepaalt hoe dat mijn leven eruit ziet. En de laatste 3 weken zou je eigenlijk een stukje van samenvatting kunnen noemen van wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Een soort van synthese van de groei dat ik als ziel doorgemaakt heb, als mens doorgemaakt heb. En vooral een stukje van de lessen die ik geleerd heb. Het was voor mij ook een stukje bevestiging dat ik inderdaad krachtig genoeg ben om alle obstakels en uitdagingen van het leven te doorstaan. Met mijn eigen leiding als GPS. Wat dat betekent dat ik de mening, goedkeuring van anderen eigenlijk niet nodig heb om te voelen, te horen, te zien wat dat er goed is voor mijn hoogste goed. Welke stappen dat ik mag nemen voor mijn hoogste goed. En hierdoor ben ik in staat om keuzes te maken die alleen liggen met mijn zielsmissie. Die alleen liggen met mijn lot. Die alleen liggen met de zielsafspraken die ik gemaakt heb. Die alleen liggen met de bestemming waar we eigenlijk allemaal naartoe aan het groeien zijn. En wat ik in deze video ook zeker wil meegeven, is het feit dat de afgelopen periode, en er zijn nog een heleboel mensen die op dit moment nog in die periode zitten, en nog die lessen aan het leren zijn en die dingen aan het ervaren zijn, maar dat is dat, dat eigenlijk niet zozeer jouw eigen angsten zijn dat je moet vrezen, maar wel de angst zelf. Want angsten, die laten jouw intuïtie vertroebelen. Die gooien het zelfbeeld dat je hebt omver. En het is net dat wat dat verschillende wezens, verschillende energieën, machtsorganen, valse profeten, religies, goeroes, of wat je het ook wel noemen, net daarvan maken die al doorheen de gigantische evolutie van de aarde eigenlijk gebruik van. Gebruik om misbruik te maken van bewustzijn van de mensen. Waardoor dat ze eigenlijk ongestraft hun energie, dus de energie van de mensen en de kracht van de mensen konden gebruiken voor hun eigen doelgeven, voor hun eigen plezier, om hun eigen welvaart en hun eigen macht nog krachtiger te maken en nog meer uit te gaan bouwen. En de enige drijfveer van die energieën is eigenlijk om jou te laten geloven dat je afgescheiden bent van alles en van iedereen. Dat je al je lot overgelaten wordt, omdat je het niet waard bent om geliefd te hebben of geliefd te zijn door de bron, door God of het universum of hoe dat je het ook wil noemen. En wanneer je dat vaak genoeg gaat gaan ervaren, gaat horen, gaat zien en gaan voelen, ga je dat als waarheid gaan aannemen. Dat is gewoon
Door conditionering dat gebeurt, dat je systeem dat eigenlijk gewoon gaat gaan opnemen, dat het zelfs geankerd wordt in je DNA. En dat is een stukje wat ook wij allemaal geërfd hebben via onze voorouders. Dus meegeven die angst, die kern van die angst is meegegeven in je DNA. Want wat denken we? Als je angst voelt rond iets, dan ja, is het wel omdat we inderdaad daar angstig moed voor zijn. Kijk gewoon maar naar een paard bijvoorbeeld. Een paard is een kuddedier. Als jij als leider van die kudde, van jouw paard, op een bepaald moment angst gaat voelen, dan gaat die paarden eigenlijk in overeenstemming met jouw angst gaan reageren. Terwijl dat er eigenlijk misschien op dat moment totaal niets is om bang voor te zijn of om voor weg te lopen. Dus het is heel belangrijk om je bewust te zijn dat angst niet altijd de juiste leidraad is en niet altijd het juiste advies zijn om te volgen in jouw leven. Als je op een punt staat, en ik heb dat vanmorgen nog tegen iemand verteld, en ze zei, als ik daaraan denk, als ik aan die situatie denk, dan gaat mijn hart gaan openbloeien, maar ik voel tegelijkertijd ook angst. En mijn antwoord was van, als je hart gaat gaan openbloeien, dan is dat een teken dat dat de weg is die goed is voor je hoogste goed en voor je ziel. De angst die je voelt, is eigenlijk omdat je een stukje een stap zet in het onbekende. Iets dat je nog nooit in dit leven of in vorige levens hebt ervaren. En dat betekent tegelijkertijd ook dat je eigenlijk op dat moment een stukje buiten je grenzen aan het groeien bent. Dat je eigenlijk letterlijk aan het groeien bent. Je bent door die muur van angst aan het breken. En het is net daar, dus buiten die comfortzone, buiten die dingen dat je tot nu toe nog niet kent, net daar ligt jouw groei, net daar ligt jouw geluk, net daar ligt jouw vrijheid, jouw innerlijke rust, wat dat je eigenlijk ook waar naar op zoek naartoe bent. Dus, om een lang verhaal kort te maken, angst is niet de maatstaf om te weten of dat iets goed voor jou is of niet. Het is het gevoel, het eerste gevoel dat je krijgt, wanneer je aan die situatie denkt die in je opkomt, en wat je voelt in je hart, dat is jouw waarheid. Dat is hetgeen dat je mag gaan volgen. En weet dus dat je niet aan je lot wordt overgelaten. Weet dus dat de waarheid van het leven en de enige waarheid is dat jij liefde bent. Want uiteindelijk zijn we allemaal een uitdrukking van de bron. We zijn allemaal een uitdrukking van God, een stukje van God, van het universum of hoe je het ook wilt noemen. Ik ga voor het gemak nu spreken over God, hè. Maar er is geen God die op een of andere troon zit hierboven in de hemel te oordelen of dat je iets goed gedaan hebt of iets fout gedaan hebt. God is energie. God is liefde. En oordelen geeft een tegenovergestelde energie dan liefde. Als je het zo op een lijn zet, dan staat liefde aan de ene kant en oordelen aan de andere kant. Het kan niet samen bestaan. En hier komt ook een stukje wie ik ben als tweelingvlam ter sprake. Want doorheen mijn reis als tweelingvlam heb ik reeds meermaals het verschil mogen ervaren tussen voorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde. En geloof me, wanneer ik zeg dat deze wereld lang genoeg geleden heeft onder de voorwaardelijke liefde dat wij kennen, dan meen ik dat echt ook. Het is tijd dat we ons ontdoen van de lasten die deze voorwaardelijke liefde met zich meebrengt. Want het laat jou alleen maar nog meer afzien, nog meer pijn en nog meer trauma ervaren. Het zorgt ervoor dat we hopeloos op zoek gaan naar erkenning, goedkeuring, aanvaarding buiten onszelf. En daar gaan we ook nooit die ware verbinding voelen met de bron, met God, zoals dat hier altijd geweest is. Wel, door net naar binnen te keren, door jezelf te leren kennen en jezelf te helen, ga je vanuit de eenheid dat er is in die onvoorwaardelijke liefde, je kunnen gaan verbinden met een andere ziel. Wat er op dat moment gebeurt, is ware magie. En dan heb ik het eigenlijk zelfs nog totaal niet over de seksuele connectie en de alchemie die op dat moment gebeurt. Totaal niet. Ik heb het gewoon over het feit wanneer je vanuit een onvoorwaardelijke liefde in connectie treedt met een andere ziel, en dat hoeft zelfs niet op een romantische relatie te gaan,
kan evengoed een vriendschappelijke relatie zijn. Dan ontstaat er magie. Want het licht dat jij op dat moment bent, zorgt ervoor dat er ook licht geschenen wordt op de donkere schaduwen die er nog zijn bij die anderen. En omgekeerd. De codes die in jou op dat moment geactiveerd worden, zorgen ervoor dat de codes in de andere geactiveerd worden. Waardoor dat die andere dan niet meer een aanhakingspunt geeft om je verder te kunnen in zijn groei. We zijn eigenlijk allemaal kleine puzzelstukjes van elkaar. En samen vormen we die eenheid. Samen zijn we allemaal druppeltjes water in die grote oceaan. Dus we kunnen elkaar niet loszien, of mijn groei kan niet losgezien worden van jouw groei en omgekeerd. Dus begin met de onvoorwaardelijke liefde in jezelf te vinden. En daarom zal ik ook altijd zeggen van, zelfliefde is heel belangrijk. Want het laat jou aanvaarden voor wie dat je bent. En van daaruit ga je meer en meer ook die liefde weerspiegeld zien in jouw wereld en jouw realiteit. Dus, mooi mens, als er iets is dat je van deze video opsteekt en onthoudt, is het volgende. Kies niet voor goed genoeg. Neem niet genoegen met, het is oké. Maar, ga voor uitstekend, ga voor uitmuntend, ga voor het hoogst, het verst, het mooiste dat je maar kan bedenken, dat je maar kan zien, dat je maar kan van dromen, want dat is hetgeen waar je waard bent. Je bent zoveel meer waard dan wat je nu slechts kan ervaren, of dat je nu misschien maar nog ervaart. En wat maakt het uit dat er weer mensen uit je leven verdwenen, om wat voor reden dan ook? Laat dan los. Zeker wanneer de relatie zijn nut heeft gehad. Hou dan niet halsstarrig vast aan mensen, want dat is ook vanuit een angst. Hou niet halsstarrig vast aan situaties, omdat dat iets is wat je kent en niet weet hoe dat er gaat komen. Het zorgt er enkel voor dat je niet meer verder gaat met je leven. Dat je komt vast te zitten, dat je gaat stagneren in je zielsgroei en dat je blijft zitten waar je bent. En als dat is waar je gelukkig bent, dan is dat oké voor mij. Maar het feit dat je naar deze video kijkt, is wellicht omdat er iets in jou is die nog niet gelukkig is. Iets die niet in balans is. Iets waar je geen harmonie mee hebt. En blijf alsjeblieft niet zitten in een plek waar je jezelf niet geliefd voelt. Waar je niet erkend, gewaardeerd of gezien voelt. Je bent zoveel meer waard. Je bent zoveel meer dan wat jij nu kan zien en voelen. En als jij jezelf nu zou kunnen zien, vanuit de ogen, vanuit mijn ogen, vanuit de ogen van God, vanuit het universum, vanuit het grotere geheel, wel, dan zou jij je nu op dit moment geen zorgen maken. Je zou genieten van het proces, van de lessen die op je pad komen, van de uitdagingen die voor je voeten geworpen worden. Want diep van binnen zou je voelen dat er altijd voor je gezorgd wordt. Wat dat er ook gebeurt. En er komen altijd mensen op je pad die de liefde belichamen die je zelf bent, maar dat je nog niet kan zien. En er komen altijd mensen op je pad die jouw schaduwen en jouw angsten gaan triggeren. Maar wees dankbaar, want zij zijn de spiegel dat jij nodig hebt om weer verder te kunnen. Zij zijn die mensen die ervoor zorgen, die jou tonen wat dat jij nog te doen hebt. Als het gaat over je zielsgroei. En uiteindelijk is dat de enige reden waarom we hier op aarde zijn. Dus, mooi mens, open jezelf voor liefde, open jezelf voor overvloed, open jezelf voor geluk en voor alles wat het universum voor jou in petto heeft. En neem alles wat er dan bij meekomt op je pad, zie dat als de obstakels die je nog uit de weg moet ruimen, want dat is het enige dat nog tussen jou, waar je nu bent, staat en waar je nog naartoe heen wilt groeien. Dat is hetgeen die staat tussen jou en jouw droom. En zoals altijd, met licht en liefde voor jullie allen, en voor van dienst, voor ieders hoogste goed, weet dat je niet alleen bent, dat je altijd ondersteund wordt, en als je iemand nodig hebt om samen met jou mee te denken, om jouw inzichten te brengen, om jou te ondersteunen in het soms een heel moeilijke en uitdagende pad, terug naar jezelf, terug naar liefde. Weet dan dat je onderaan hier in de blokjes of via de link mee kan contacteren en dat we kunnen kijken wat je op dit moment nu nodig hebt. Zo, dat was het voor vandaag.
Ik hoop dat het jou laat voelen, laat nadenken, maar niet te veel nadenken. Ga vooral gaan voelen welke angsten dat er jou nu nog tegenhouden, wat dat de obstakels op het pad jou te tonen hebben. En mocht je het niet weten, mocht je het niet zelf eraan uit geraken, wacht niet langer en contacteer me. En dan gaan we het samen uitzoeken, of dan vraag ik het eigenlijk gewoon aan mijn gidsen wat dat jij nu mag weten. Veel liefs, fijn weekend. Laat je niet gek maken door de energie van de volle maan. En push nog een beetje verder. We zijn er bijna door. Daag.